Zometeen gaan we spreken met Roger Pellemans uit Meijel. De zomeravond van Roger Pellemans. En volgens mij hoor ik ze al aankomen. Kijk, daar is hij al. Hoi. Hallo. Zo. Heren, welkom. Hallo. Roger. Hoi Nancy. Hallo, mooi. Hoi. Dat je er bent. Loop je mee naar onze plek? Vanavond hebben we een bijzondere gast. Hij is directeur bij het detentiecentrum in Rotterdam, heeft een indrukwekkende carrière al achter de rug, maar is nog vrij jong en daarnaast is hij ook behoorlijk maatschappelijk betrokken. Dus we gaan vanavond luisteren naar de zomeravond van Roger Pellemans. Roger, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. En fijn dat je even tijd hebt genomen om hier te zijn. Want wat ik al zei, je hebt een behoorlijk drukke agenda volgens mij, klopt dat? Ja, ik ben altijd wel lekker bezig, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Naast een drukke baan ook nog allerlei hobby's waar je je mee bezig houdt. Nou, een baan, een gezin, hè. Ook. Dat is volgens mij nog het belangrijkste. En daarnaast actief in de sport, in de adoptiewereld. Zelf nog graag aan het sporten. Ja. Buiten mijn bijdrage bij Pilpush. En eigenlijk bij pesten.nl mag ik nog ooit wat doen. Ja. Dus in die zin, altijd lekker bezig. Met van alles bezig, ja. Ja. Nou, om eens te starten met jouw carrière. Ik noemde al een behoorlijke carrière gehad. Mag ik vragen hoe oud je bent? 43. Hoe jong je bent? 43, ja. En al behoorlijk wat stappen gemaakt in je carrière. Ja. Is het ooit gestart bij het ministerie van Defensie in militaire dienst? Ja, het start eigenlijk na de HAVO. Eigenlijk vanuit het moment dat je denkt, wat ga ik nu doen? En op enig moment ben ik naar de Academie Lichamelijke Opvoeding gegaan. En ik kwam erachter dat niks voor mij was. Oh. En toen had ik een ambitie, die heette Corps Mariniers. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van iets wat groeide. In ambitie, doordat ik elke keer dingen zag van andere mensen, waardoor ik dacht, hé, dit kan ik ook of dit kan ik beter. En binnen no time zat ik eigenlijk op de militaire school, op de militaire academie. En voordat ik het wist, was ik 29 en verliet ik als kapitein de dienst. Dus zo ging het heel snel. Met als gevolg dat ik in de carrière switch van defensie naar justitie eigenlijk wel dacht, ja, wat ga ik daar nu eigenlijk doen? En op het moment dat ik in de vrouwengevangenis in Terpeel begon, hè, lekker dicht bij huis, was ook mijn eerste moment in mijn leven dicht bij Chantal en dicht weer in de omgeving van Meijel, leerde ik justitie kennen en zag ik daar ook weer hetzelfde, dat ik dacht van hé, wat die directeur daar doet, dat kan ik ook. En toevalligerwijs beschikte ik wel steeds over de goede papieren en ik had mijn opleidingsniveau wel bijgekrikt. Dus van het een kwam het ander en ik was 31 jaar geloof ik en ik werd in één keer directeur in een gevangenis. Ja, ja, wie bedenkt dat? Als je als kleine jongen politie en boefje speelt, wil je altijd de politieman zijn, maar nooit die boef. Of misschien vangen ze met boeven wel boeven. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is ook nieuw, hè? Dus ja. Zo, zo ben ik terechtgekomen waar ik nu zit. En, dat is even heel snel. Mogen we heel even terug naar de militaire dienst, zeg maar? Want je bent ook in het buitenland geweest, je bent op uitzending geweest in die tijd. Ja, ik heb ook twee uitzendingen gedraaid. Ja? Ja, dus in mijn militaire carrière heb ik naast het feit dat je de militaire school en de militaire academie doorloopt, bij verschillende eenheden gezeten. En ik ben dan ook uitgezonden geweest onder andere naar het voormalig Joegoslavië. Ja. Oké. En dat heeft dat een indruk achtergelaten, zeg maar, of heeft dat mede bepaald waar je nu naartoe bent gegroeid? Ja, zeker wel. Ik denk sowieso de opleiding bij de mariniers is voor mij wel iets geweest waardoor ik wel leerde dat je veel meer kan in het leven dan wat je aanvankelijk dacht. Ook de synergie die je hebt tussen wat de geest wil en wat het lichaam kan, kom je daar al tegen als 18-jarig jongetje. Dus dat je jezelf uitdaagt van hoe ver kan ik met mijn lichaam of wat kan ik qua sportiviteit? Of... Ja, en ik denk dat daar wel de bakermat is geweest. Het is echt de bakermat geweest waarvan ik dacht, hé, er zitten zoveel mooie dingen in het leven en wat kan ik er nu zelf uithalen? Dat doe ik eigenlijk nog wel steeds. Ja. 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 Oké, je bent op uitzending geweest en toen de stap in elk geval naar Terpeel, de vrouwengevangenis zoals we dat hier
in de volksmond kennen, zeg maar. Ja. En hoe was dat? Want daar werd je directeur van? Nee, daar ben ik begonnen als leidinggevende begonnen. Dat had eigenlijk veel meer te maken dat ik weg wilde uit Defensie. Dat was echt een keuze, dus ik wist wat ik niet meer wilde. En dan kom je op een moment dat je denkt, ja, wat wil ik dan? En waarom was het Defensie niet meer? Nou, ik kon me niet meer zo vereenzelvigen met het systeem, het instituut van Defensie, het vaak weg zijn. En ik had een enorme drang om dicht bij mijn vrouw te zijn. En we hadden in die periode hadden wij een kinderwens. En dat, weet je, ik had zo'n moment dat ik dacht, nou, het een past niet meer bij het ander. Ik ga daar een keuze in maken. Ja, dus ik wist toen goed wat ik niet meer wilde. Ja. En ik wist niet zo goed wat ik wel wilde. Dat is trouwens nu nog steeds zo, dat ik vaker wel weet wat ik niet wil, maar wat ik dan wel wil, dat volgt dan wel. Ja, dat is zeker zo belangrijk om te weten wat je Ja, dat is wel iets wat ik wel geleerd heb inderdaad. En ik begon daar als afdelingshoofd en ik was verantwoordelijk voor de doorfasering van vrouwen die in detentie kwamen. Dat is ook een hele andere tak van sport. En doorfasering, dat is dan? Dat betekent dat iemand een vrouw komt in de gevangenis en na een tijdje, na goed gedrag, mogen ze met meer vrijheden omgaan. Dus dat kan betekenen dat je altijd in de gevangenis bent en daar je dagprogramma draait, je luchten, je recreatie, je bezoek, je arbeid. En op enig moment moet je wel een keer terug die maatschappij in. Dat doen ze binnen justitie in een systeem waarbij je van een gevangenis naar een half open regime of een open regime ging destijds. En daar liggen selectiecriteria aan de grondslag. En mijn bureau was eigenlijk verantwoordelijk voor de toetsing van die criteria en het rapporteren aan een selectiefunctionaris in Den Haag, die uiteindelijk dan het werk accordeerde. En aan die eenheid gaf ik leiding, zeg maar. Ja. Okay. Dus ik ook totaal waarvan ik dacht, wat ga ik doen? Dus een complete ontdekkingstocht van nieuw werkveld, nieuwe mensen. Het omgaan met het leidinggeven aan vrouwen bijvoorbeeld. Dat was al zoiets, dat had ik nog nooit gedaan. Ja. Dus en hoe was dat? Was dat heel anders dan voorheen? Ja, zeg maar? Dat was wel heel anders. Ja? In de zin van? Nou, kijk, als je als militair bent opgeleid, dan is er een soort van maatschappelijke opinie dat je, we noemen het wel eens vaker, blauw bent. Heel erg van structuur en heel erg van het harde. Ja. Terwijl in de uitzending met name, als je in situaties komt, de zachte kant van de mens veel meer belangrijk wordt. En als je gaat leiding geven bij vrouwen, dan vrouwen hebben toch wat meer empathie, sympathie en die zachte kant in teamvormingsprocessen. Dat leerde ik wel, dat die wel een hele mooie aanvulling is. Nou, onlangs heb ik daarvoor zelfs ook 4 afdelingshoofden aangenomen, waarvan ik de verplichting heb gesteld dat ik 3 vrouwelijke afdelingshoofden wilde in Rotterdam. Okay. Omdat in teamvormingsproces ik dat gewoon belangrijk vind. Dus het gaat helemaal niet over man of vrouw zijn, maar het gaat over de mix die je dan hebt. Dus op dat moment had ik echt een aanraking met vrouwen achter de deur. Heel veel vrouwen die daar werken. En als man kom je dan eigenlijk binnen. Terwijl je bij Defensie een mannencultuur had. Dus dat cultuurdingetje, daar zaten ook weer heel veel levenslessen in voor mij. Ja, ja. Ja. Nou, in die jaren al veel geleerd en gegroeid, als ik dat zo hoor. En dan is dan de volgende stap, al waar je nu zit, vanuit het gevangeniswezen, zeg maar, richting het detentiecentrum of... Nou, op enig moment zei ik tegen de baas die mij aannam, die zei van, ik weet niet of jij gelukkig gaat worden hier. Nou, die man heette Willem Lingbond. Ik ben hem nog steeds dankbaar, want anders zat ik nu hier weer niet. Maar hij zei van, word jij wel gelukkig hier? En toen zei ik van, nou, als jij mij aanneemt, dan ga ik wel aan jou laten zien dat ik gelukkig word. Maar wel afgesproken dat ik in een proces zou gaan zitten met opleidingen erbij en dat ik klaargestoomd zou kunnen worden voor een volgende stoel. Dus ik heb toen gewoon een assessment moeten doen we noemen dat management trainee. En ik heb 2 jaar lang in een traineeklas gezeten om opgeleid te worden tot directeur. En dat doe je deels met opleidingen door het volgen van allerlei cursussen en over financieel management en allemaal dat soort gekkigheid. Ja. Maar je doet het ook meteen in de baas en de rol waarin je komt te zitten. Ik wou net zeggen, want was dat naast de functie die je uitvoerde? Of altijd je gecombineerd. Gelijk... Ja, altijd gecombineerd. Het is echt learning on the job. Ja. Dus meteen in diepe gegooid worden en na 2 jaar... komt er een man en die zegt van, joh, langs de lijn van wat jij de 2 jaar hebt laten zien, word jij nu directeur of niet? En ik mocht daarmee door. Dus ik heb toen in Arnhem heb ik een tijdje gezeten en ik ben directeur geweest op de EBI in Vught. Nou, voor veel mensen is dat een inrichting die iedereen wel kent uit de media. Het is natuurlijk ook een spannende inrichting, alleen ik kon daar mijn energie niet kwijt. Dus ik heb toen destijds ook aangegeven, joh, die plek is niet voor mij. Nee. Met als reden dat ik daar heel erg weer het militaire verleden wat ik had. Het protocolair werken met standaarden en richtlijnen zo vast omlijnd. Dat benauwde mij ook wel een beetje. Dat ik dacht, van, joh, ik wil wat meer complexe dynamiek. Dus ik dacht, joh, ik moet hier ook stoppen.
Ja. Meer met als gevolg dat ze vroegen, wat wil je dan? Ja, dat weet ik niet. Maar dan is er altijd wel iemand die opstaat en die zegt van, joh, dan heb ik misschien nog wel iets voor je. Oh, okay. Dus zo kwam ik in mijn volgende inrichting terecht, na even projectleider te zijn geweest in Maasheggen, in Overloon. Dat is een inrichting die heb ik moeten sluiten, in opdracht van de politiek. Nou, dat is een periode waarin emotiemanagement heel erg speelde. Ik kwam toen in aanraking met mensen die hun baan gingen verliezen. Ja, ik wou het zeggen, emotie van de mensen die er werken natuurlijk. Ook heel erg geleerd dat een baan is niet zomaar iets. Hè. Een baan is wat mensen een houvast geeft, een betekenis geeft, een structuur van de dag geeft. Waaraan een heel gezinsleven en een gezinsmanagement systeem is opgehangen. We hadden daar de opdracht om eigenlijk iedereen van werk naar werk te begeleiden. De inrichting af te bouwen. En dat duurde bijna 2 jaar lang door dat de omgeving binnen de overheid nog niet klaar was om het allemaal heel concreet te maken. Mm. Dus dat heb ik gedaan. Om vervolgens, toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik een sabbatical doen. Want dat riep iedereen. Ik denk, dat is een mooi woord. Dat wil ik ook wel. En op dat moment adopteerden wij ons tweede kind, Kenzo. Yeah. En toen dacht ik van, dan ben ik mooi thuis met Chantal en met Linde en dan gaan we daar van genieten. Maar toen belde mijn baas weer op, die mij ook in Maasheggen had geplaatst. Die zei, joh, kom eens even naar Den Haag, kun je daar wat leren? Met zo'n mooie opdracht. En dat was wat iedereen misschien kent als het masterplan. De sluiting van heel veel inrichtingen de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. En ik mocht daar als accountmanager langs de sectordirecteuren opereren in het project sluitingen. Wat natuurlijk alles wat ik geleerd had in de afgelopen 3 jaar, ik kon overbrengen in, op het beleidsmatige en het bestuurlijke niveau. Heel veel gezien en geleerd. Ja. In Den Haag, ver weg weer, veel reizen, maar ontzettend mooie leerschool. En vervolgens dacht diezelfde baas van, joh, ik heb jou nog even nodig in Sittard en Maastricht. Dat was nog zo'n inrichting die moest sluiten. Daar zochten ze nog managementleden. Directeur. Dus daar ben ik naartoe gestuurd samen met een collega die ik zelf mocht uitzoeken. Dat was ook wel grappig. Dat je echt met iemand gaat werken waarvan je ook aan de voorkant tegen elkaar zegt, wij gaan dit doen. Ja, ja. Nou, die organisatie moest ook een gedeelte van gereorganiseerd worden. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Om vervolgens nu in de situatie te komen, nu zit ik in Rotterdam. En dat is mijn eerste kennismaking met een organisatie die volop bloeit. Financieel in de goede cijfers, mensen die er echt voor gaan, in een organisatie die helemaal upcoming is. Dus mijn eerste aanraking, dat ik dacht van, wacht eens even, die complexe dynamiek die ik altijd zocht in moeilijke situaties, want dat is altijd wat ik gedaan heb, die ging zich nu vormen naar een organisatie die eigenlijk goed liep. Dus ik ben nu een beetje al 2 jaar lang aan het wennen en het genieten van een organisatie die goed loopt. En ik heb tijd voor andere dingen. En daar zit dan ook weer een stap bij als vestingsdirecteur, algemeen directeur. En wat ik nu doe is dat ik resultaatverantwoordelijk ben voor die inrichting in Rotterdam. Een inrichting waar we 640 bestuursrechtelijke vreemdelingen kunnen huisvesten die allemaal het land moeten verlaten. Kun je dat eens uitleggen? Want waar je nu zit, dat is het detentiecentrum en voorheen zit je in de gevangeniswereld. Maar er is een duidelijk verschil volgens mij. Hè? Ja, ik ben blij dat je de vraag stelt. Ja. Kijk, als je in een gevangenis terechtkomt, dan heeft de rechter bepaald dat je straf krijgt omdat je iets gedaan hebt. Ja. Dat noemen ze ook strafrechtelijke bewaring. De mensen die bij mij zitten in Rotterdam zijn allemaal mensen die bestuursrechtelijk vastzitten. Dat betekent dat zij alleen maar vastzitten omdat zij geen geldige documenten hebben. En we hebben afgesproken in Europa dat je mag overal asiel aanvragen. Dus je mag bijvoorbeeld 2 jaar verblijven in Nederland. En er hoort dan bij dat je zelfstandig terugkeert. Als je niet zelfstandig terugkeert, ga je de illegaliteit in. Dan zijn mensen die kunnen heel lang in de illegaliteit blijven. Tot het moment komt dat de vreemdelingenpolitie je oppakt. Of dat je in aanraking komt met een politiesysteem. En in één keer geconstateerd wordt dat je niet zelfstandig bent vertrokken. Dan is de essentie van het werk is eigenlijk nog steeds dat je zelfstandig vertrekt. Dus zoveel mogelijk motivatie om toch zelfstandig te vertrekken. Dus op het moment dat zij ergens gelokaliseerd worden, zeg maar, dan komen ze bij jullie terecht. En dan blijft het nog het idee van dat ze zelfstandig moeten. Ja, en daarvoor hè, als ze al gelokaliseerd zijn, dan is het nog steeds eigenlijk het idee dat ze zelf vertrekken. Okay. En pas als een iemand van de vreemdelingenpolitie of een ambtenaar die dat mag, constateert, deze man gaat niet zelf vertrekken, maar hij moet eruit. Hè. Dat is met name bijvoorbeeld de lijst van veilige landen inmiddels die we hebben, hè, die door de staatssecretaris is afgekondigd. Als je dan toch niet zelfstandig gaat, dan wordt het middel vreemdelingenbewaring over je afgeroepen.
Dus dat betekent niks meer dan dat je in een detentiecentrum zit. En het verschil tussen detentiecentrum en penitentiaire inrichtingen zit in het woord. Detentie is vastzetten en penitentie is boetedoening. Dus bij een penitentiaire inrichting in een strafrechtelijk circuit ben je een straf aan het uitzetten. Dus je bent boetedoening aan het doen. En in een detentiecentrum, daar houden je alleen maar vast. En het systeem binnen in het detentiecentrum is erop gericht. Ik noem het altijd zo dat je, wij werken met wereldburgers. Ze zijn buitenburger en ze zijn binnen ook burger. Wij mogen geen rechten meer schenden dan wat wij hier buiten, zoals wij ze buiten beleven. En in dat systeem werken wij met die mensen aan terugkeer. Zoveel als mogelijk vrijwillig. En als het niet vrijwillig is, dan is het met name in samenwerking met de dienst terugkeer en vertrek, de marechaussee of de immigratie- en de naturalisatiedienst, dat die mensen dan toch gedwongen op het vliegtuig worden gezet. Oh, okay. En dat zal niet altijd heel makkelijk zijn, denk ik. Of nou, nee. Dan zullen wel situaties voorkomen dat mensen echt niet mee willen. Of ja, dat is zeker. Ja? Weet je, dat is ook wel een beetje wat mij in het leven ook wel bezighoudt. Hè. Ik hou van de maatschappelijke opdracht achter systemen. Deze mensen hebben ook allemaal een verhaal. Ik heb regelmatig meeloopdagen op de vloer. Dan ben ik lekker en met een nutje ga ik mee met de detentietoezichthouders. En dan hoor ik wat verhalen van jongens die uit Jemen komen of uit Nigeria. En die hebben dan toch een verhaal waarom ze niet terug willen. En wat dat bij mij doet is vaak dat we zo onwetend zijn over redenen van andere mensen. Waarom iets is zoals het is. En heel snel ons eigen oordeel maar plakken. Hè, de hardheid van een oordeel. Dat iemand die nou, bij mij zit dus ook meteen een boef is. Het zijn niet altijd lievertjes, Nancy. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar voor 80% zijn het gewoon mensen die om een bepaalde reden niet meer terug willen. En daarbij, weet je, we zijn uitvoerder van de wet. Ja, iemand moet die wet uitvoeren, wij doen dat. En daar komen wij veel verschillende situaties in tegen. Ja, ja, geloof ik vast. Het is niet altijd makkelijk. Nee, dat geloof ik. Dan wil ik je zo meteen nog wel een vraag over stellen. Want ik heb iets heel interessants voorbij zien komen via social media daarover. Maar we gaan eerst even een korte, nou voor ons een korte pauze inlassen. We gaan namelijk luisteren naar Nikki Zeelen. Die komt voor ons muziek maken en zingen. En ondertussen dat Nikki voor ons iets gaat spelen, gaan wij genieten van een lekker wijntje van het wijngilde. Wat vind je daarvan? Lijkt me heel goed. Ja? Gaan we even kijken welke wijn we vanavond uitkiezen. Loop je mee? Ja. The sun's all raging on a roll.
through the end of the earth for you, to make you feel my love. Nou, Nikki Zeelen uit Kessel, dankjewel. Dat was weer fantastisch mooi gezongen. Roger, we pakken heel even terug, want we gaan zo meteen verder over alle andere dingen waar je nog mee bezig bent. Maar één dingetje wat mij wel opviel, wat ik zojuist al zei al in de social media. Klopt het nou, las ik dat goed, ga je volgend jaar meedoen aan de Ramadan? Ja, dat klopt. Ja? Ja, ik werd uitgenodigd op het suikerfeest door de geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging neemt best een prominente rol in een detentiecentrum, in een penitentiaire instelling en een detentiecentrum. Dus ik mag daar wel graag getuige van zijn als ik uitgenodigd word, dat ik dan ook deelgenoot ben en mee doe aan tafel, zoals we dat als Rooms-Katholieken doen, maar ook binnen het moslimgeloof. Yeah. En wat mij heel erg boeit is dat in mijn detentiecentrum zijn heel veel mensen die praktiserend de Ramadan beleven. En wij weten daar natuurlijk heel weinig van. En toen bedacht ik me, toen ik terugreed van Rotterdam naar Meijel, en dan heb je heel veel tijd om na te denken. Ja. Vond je wat raar eigenlijk dat ik leiding geef in een centrum waarbij ik verantwoordelijkheid draag voor zoveel moslimmensen. En ik daar zo weinig van af wist. Dus mijn directsecretaris die is ook moslim en had ook de Ramadan gedaan. En die haalde mij wel een beetje over eigenlijk om dat eens te beleven. En dat zit er met name in het stuk, ik wil die Koran wel eens een keer doornemen. Om kennis te nemen van wat dat geloof nu is. Maar daarbij ook de fysieke uitdaging aangaan en om te kijken wat het nu geestelijk met je doet als je zo'n Ramadan beleeft. Want het lijkt mij ontzettend heftig. Ja. En omdat ik nou, redelijk sportief ben en altijd wel denk dat mijn lichaam oké is, ben ik heel benieuwd hoe ik die tijd door ga komen. Dus zo werd die ambitie eigenlijk geboren en ik denk nou, ik gooi hem op LinkedIn, want dan moet iedereen mij er ook aan houden. Weet je, dan ga ik het ook doen ook. Ja, ja. Ja. Oké, nou heel interessant. We maken meteen een mooi brugje, want je geeft al aan dat je echt sportief bezig bent. Ik zag een foto van jou van dat je deelneemt aan de Mud Run, klopt ja. dat? Ja? Ja. Is dat ook een doel voor jou om dat te halen? Of is dat gewoon de sportiviteit die je hebt? Ja, het zijn ze denk ik wel allebei. Want als je als militair ooit begint, dan is fysiek bezig zijn heel belangrijk. In combinatie met leren en werken merkte ik wel dat ik ook het sporten nodig heb om af te kunnen schakelen. En dat doe ik op allerlei soorten manieren. Ik kom uit die volleybalwereld bij Peelpoesje en ik was nooit een talentvolle speler. Ik heb altijd een beetje mee mogen doen en wel heel erg van genoten. En op een moment stopte ik en toen dacht ik, nou wil ik iets anders doen. En toen rolde ik eigenlijk weer in het hardlopen. En vanuit het hardlopen zei iemand, joh, wil je dan niet die mudruns gaan doen? Dus toen kon ik weer mijn oude leven met mijn nieuwe leven combineren. En zo ben ik die mudruns gaan lopen. En dat is echt een fysieke uitdaging. Maar het gaat ook wel een beetje over het hele genieten van zo'n... Het lijkt wel een beetje wel op Pinkpop. Een hele sfeer van ontspannen, vrolijke mensen die allemaal een fysieke uitdaging aangaan. En die dan over zo'n streep vallen om vervolgens dat ook weer te vieren met elkaar. Ja, dat doe ik dan ook. Ja. Ja, ja, want je noemt ook al kort het je volleybalverleden, maar je bent nog altijd actief ook als trainer of als coach bij Peelpoesje. Ja, ik was gestopt tot vorig jaar. Toen ontstond er een situatie bij Peelpoesje die maakte dat ze weer belden van joh, wil je toch niet weer die heren komen coachen? Ik heb dat de afgelopen 10 jaar, volgens mij acht van de 10 jaar gedaan. En eigenlijk gestopt vanwege mijn gezin en omdat ik in Rotterdam ging werken. Ja, Chantal en ik kennen elkaar van Peelpoesje. Linde volleybalt inmiddels. Dus zoveel aanrakingen weer met trainingen en coachen. Dat ik ook dacht van ja, je mist dat dan toch. Hè? Ook dat verenigingsgevoel. Want Peelpoesje is echt wel een familie voor me. Dus ik dacht ja, ik ga het gewoon weer doen. Dus ik ben momenteel weer actief als coach van het eerste herenteam. Ja. Uitkomend in de nationale eerste divisie. Met een fantastisch mooi getalenteerd jong team. Allemaal spelers die... Nou, erg lerend zijn, hè? Dat vind ik altijd wel belangrijk. Lerende mensen die heel nieuwsgierig en eager zijn. Ja. Maar ondertussen ook weer op de mat zaterdagmorgen bij mijn dochter als assistenttrainer bij de jeugd. En ik ga weer coachen komend jaar bij hetzelfde teampje. Dus ja,
Ik kan niet zo goed nee zeggen. Het is ook een beetje valkuil. Maar goed, dat folie is wel ook een beetje de rode draad. Zeker. Maar wat ik nou vanavond, wat we ook al vaak hebben gehoord, is je gezin natuurlijk. Chantal, je vrouw en je twee kinderen. Linda en Kenzo zijn dat. Ja, we hebben daar ook een prachtig mooie foto van dat gezin. Nou, dan wil ik gelijk het linkje leggen, want we zien natuurlijk dat Linda en Kenzo, jullie zijn niet de biologische ouders van Linda. Dat heb je heel netjes gezegd. Maar je bent ook direct verbonden aan de stichting Meiling en ik denk dat één op één met elkaar verbonden is, of niet? Jullie kinderen en de stichting Meiling? Ja, klopt. Wij hebben onze kinderen geadopteerd uit Taiwan en in die fase dat je met zo'n adoptieproces bezig bent, ga je natuurlijk heel intens met elkaar beleven zoiets. En wij merkten... toen Linde kwam, we hadden een beetje een soort van conservatieve rollenpatroon. Hè, de man werkt en de vrouw blijft wat meer thuis. Dat wij elkaar niet kwijtraakten, maar dat we wel misten dat we altijd die gezamenlijke vrijwilligershobby hadden. Wat eerst speelpoes was. Dat viel een beetje weg, omdat ik wel speelpoes bleef doen, maar Chantal ging wat minderen. Ja. En op enig moment werden wij gebeld van, wij zien jullie wel types die als land- en contactpersoon kunnen werken. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, nou, dat moeten we doen. Dus wij zijn eigenlijk als ervaringsdeskundige in het adoptieproces, zijn wij als landelijk contactpersoon aan de slag gegaan. En wat wij dan nu momenteel nog doen, is dat wij verantwoordelijk zijn eigenlijk in Zuid-Nederland voor alle mensen die kiezen om kinderen te adopteren vanuit Taiwan. En dat begint aan de keukentafel letterlijk, bij ons in ons huis aan de Molenstraat. En dat eindigt bij het afreizen met die mensen om na 3, 4, ooit 5 jaar een kindje te adopteren in Taiwan. Dat hele proces begeleiden jullie met zo'n mensen tot aan het kindje ophalen in Taiwan daadwerkelijk? Ja, en dan met de nuance dat Chantal is dan de baas van het team. Dus het rollenpatroon vanuit mijn werk keert zich daar om en dan ben ik de ondergeschikte. Door mijn drukke baan in Rotterdam en alles wat ik daarbij doe, richt ik me met name op het reizen en het begeleiden van de gezinnen. En Chantal houdt zich heel erg bezig met alles wat er administratief nog bij komt. Financieel, juridisch, emotionele begeleiding. Een mens proces. Ja, dat geloof ik. Jij zegt emotionele begeleiding, want dat lijkt me heel bijzondere trajecten. Zeker als het zo jarenlang trekt en dan dat moment daar is. Dat Ja, ik denk dat sowieso kinderen krijgen voor iedereen een emotioneel moment is. En als dat dan nu bij ons gaat zoals bij een adoptie, dan is dat ook zo. En los van ambities of sporten of werk, kindgeluk op zichzelf staand en hoe je met kinderen omgaat, is iets wat voor mij, laat ik het op mezelf betrekken, wel de mooiste leerschool van mijn leven is. Het proces daarnaartoe, hè, jarenlang hebben wij in zo'n proces gezeten waar je jezelf leert kennen, waar je je relatie leert kennen, waar je ook je omgeving beter leert kennen. En uiteindelijk dan kinderen vanuit een andere cultuur een thuis geeft in je eigen gezin. Ja, dat is fantastisch. En hoe gaan de kinderen daar zelf mee om? Want wat is de leeftijd van Linde en Kenzo? Linde is net 9 en Kenzo is nu net 5. En wij kiezen ervoor om op een soort van vraaggestuurde manier informatie te delen. We hebben heel veel informatie van de Taiwan-omgeving voor onze kinderen en die delen wij. Ja, dat zijn kinderen, dus die kunnen een vraag stellen over waar kom ik vandaan om vervolgens graag een ijsje te willen. Dus dat is heel speels. Je ziet bij hun die speelse vrijheid van kind zijn maakt ook dat ik zelf al zo denk van oh jongens, wat problematiseren wij toch vaak dingetjes. En het kan allemaal zo simpel zijn. Dus, een wereld van verschil. Ja. Als je dan kijkt inderdaad naar je baan waar je daar allemaal mee bezig bent. Ja, dat en maakt ook wel dat het contrast van de baan en dat reizen bijvoorbeeld ook wel iets is als je 16 uur in een vliegtuig zit. Dat je heel erg weer teruggeworpen wordt op jezelf en in de rol die je gaat vervullen. En binnen die adoptiewereld ben ik heel erg dienbaar aan het samenbrengen van een kind met ouders. En dan wordt het verwachtingspatroon voor mij is niet zozeer dat ik maar dingen moet besluiten of richting moet geven. Daar gaat het gewoon, daar ben je echt onderdeel van een heel emotioneel proces. En wat mensen natuurlijk meemaken die zo ingrijpend is. Ja, fantastisch. Ja, heel mooi, heel mooi. We gaan heel even terug. Nou, we zitten uiteraard in de mooie zomeravond in deze mooie setting. Ik had je ook gevraagd van wat is jouw favoriete plekje binnen de gemeente Pillemaas? Ja. En was je heel specifiek? Ja, weet je, ik ben eigenlijk al heel lang werkzaam buiten Meijel. En Meijel is dan een soort van thuisbasis omdat ik daar met mijn vrouw en kinderen nu woon en een mooi huis heb neergezet. Mm. En ik ben wel iemand die wel graag contact maakt ook met de grond en zo. Dus ik hou heel erg van mijn tuin.
En we hebben daar een plekje onder de overkapping met twee riante, lekkere stoelen. Daar eindigen we eigenlijk bijna elke avond. Ja. Dus toen ik nadacht over plekjes in de PLMA's, toen dacht ik, ja, dan ga ik het gewoon heel dicht bij mezelf zoeken. En dan ben ik eigenlijk best wel een soort van familiemens en een huismusje. Want daar kan ik wel mijn rust vinden en mijn dingen doen. Ja. Samen met mijn vrouw en de kinderen. Ja. Ja, zo klein is het. Ja, mooi. Je favoriete boek vond ik ook wel weer typerend. Want dat was Ik koos het wapen van generaal Um. Ja, Peter van Um. Ja. Ja. En wat mij daarin in opvalt is, hij heeft een bepaalde managementtheorie. Hè? Hij zegt democratisch indien mogelijk, maar directief indien nodig. Ja. Is dat ook hoe jij een beetje in elkaar zit? Ja, toen ik dat boek las van Peter van Um, en ik sprak hem vorig jaar nog, toen merkte ik eigenlijk dat ook hoe hij groot geworden is als officier en hij mocht eindigen als 4-sterren-generaal. Dat overkwam hem eigenlijk ook een beetje, want het was een balorige gast en hij deed ook heel veel dingen die niet konden en hij vierde het leven. Dus hij, ik zal niet zeggen dat hij per ongeluk het werd, maar hij heeft het ook heel erg van zijn omgeving moeten hebben, die kwaliteiten in hem zagen die hij misschien op dat moment nog niet zag. En dat herken ik wel een beetje in mezelf. Hè. Je begint straks van een carrière en veel meegemaakt. Ja, ik vind mezelf echt een onderdeel van een organisatie en of je dat nu moet, in hiërarchie moet zetten of niet, vind ik niet zo belangrijk. Maar die managementstijl die hij toepast, hè, bijna het pragmatisme vanuit het democratische, maar ook gewoon heel duidelijk en helder zijn. Ja. Ja, dat is wel eentje die ik omarm. En in de omgeving waar ik leiding geef, is het wel prettig. Wij maken dingen mee en dan moet je ook heel helder en duidelijk zijn over de dingen die je doet. En daar waar je ruimte kan geven en vertrouwen kan geven, dan moet je dat vooral overlaten aan de mensen die rolvervulling kunnen pakken. Ja. Ja. Nou, jouw favoriete zomeravond, Roger, want tenslotte zitten we daarvoor. Er gaat het programma daarover. We hebben net al besproken, want dat is thuis in je tuin in Meijl. En de muziek die daarbij hoort, dat is ook... Ja, dat is klassieke muziek. Ja, ergens kwam ik erachter dat iets doet in rust met mij. Dus ik mag heel graag radio luisteren, maar als ik echt op mezelf ga zijn en ik wil... serene rust vinden bij mezelf, dan luister ik klassieke muziek. Ja. Ja. En nou, dan gaan we daar zo meteen mee afsluiten. Ik heb nog één vraag aan jou, want uit alles proef ik gewoon dat jij een heel erg groot gevoel hebt, ook voor rechtvaardigheid. Is er iets wat je de mensen wil meegeven? Of waar... Mooie vraag. Ja. Nou ja, kijk. Wat ik wil meegeven is dat wanneer je het oordeel kan loslaten over anderen en je stelt je wat vragend en nieuwsgierig op, dan openen zich deuren en andere werelden. Nou, heel mooi gezegd. Daar gaan we op proosten. En dan dank ik jou voor een hele mooie zomeravond. En dan gaan wij luisteren naar Ludwig van Beethoven. Dankjewel. Dankjewel.